Ik ben Louis de Violet, principal cornet van Brezent Willebroek. Wij zijn gevestigd in Willebroek, in de academie. En wij zijn, zoals de meeste Brezments hier, met 30 man. Wij zijn ook met iets meer vrouwen dan de normale Brezment. En we zijn een jonge leuke groep. En het draait eigenlijk echt goed. De laatste tijd ook qua sfeer zit het heel goed. De band bestaat 37 jaar. En binnen 3 jaar proberen we een groot jubileum te houden eigenlijk. We hebben al redelijk wat titels verzameld in de geschiedenis. En we proberen er natuurlijk nog veel bij te pakken in de toekomst. We hebben een korte voorbereiding achter de rug na de British Open Brisbane Championships. Maar we zijn zeker content waar we nu eigenlijk op het niveau geraakt zijn voor het Belgisch kampioenschap. Wij spelen de Turing-test van Simon Dobson als keuzewerk. Ja, we hebben vroeger contacten gehad met de componist zelf. En een jaar geleden is er dat tot stand gekomen om een werk te schrijven voor de band zelf. En dat was oorspronkelijk bedoeld voor eventueel, als we Belgisch vorig jaar zouden gewonnen hebben, dat we dat brachten op het Europees. Maar dat is dan niet gelukt en hebben we dat verder verlengd tot nu, tot vandaag. En is vandaag de eerste uitvoering van het werk. Thank you.
Thank you.